Een hele goede morgen weer. Welkom bij Dina Kookt. Weer een nieuwe kookvlog. Vandaag ga ik het lekker simpel houden. Hebben jullie gisteren trouwens mijn kookvlog gezien over de tempura shrimps? Binnen 1 minuut waren ze op. Mijn zoontje van 6 vond ze zo lekker. Ik vond ze lekker. Helaas heeft mijn man niet de gelegenheid gekregen om ze te kunnen uittesten. Maar ik maak ze van dit weekend weer. Vandaag ga ik klaarmaken spaghetti met vegetarische gehakt. Overheerlijk. Kinderen vinden het ook lekker. Ideaal. Lekker makkelijk. Geen poefspas. Maar wel heerlijk van smaak. Wil je zien hoe ik het klaarmaak? Kijk dan even. Ga ik even mijn haren binden. Want we willen natuurlijk geen haar in ons eten hebben. Nou doe ik het even snel. Hup, hup, hup. In een bolletje. En dan kunnen we aan de slag. Zo, niet het charmantste. Ik heb hier een aantal dingen voor me staan. Ik heb hier een zak met Italiaanse kruiden. En ik heb hier 1 hele ui. Een zwarte peper. Ik heb wat teentjes knoflook. Dat is echt puur naar smaak. 2 laurierblaadjes. Ik heb hier een oranje paprika. Ik heb natuurlijk de vegetarische gehakt die ik zelf gebruik. En we gaan het natuurlijk lekker simpel houden. Dus we gebruiken deze voor de saus. En wat ik ook toevoeg is wat olijven. We hebben een klein beetje suiker nodig. En dan kunnen we eigenlijk starten. En als eerste wat ik dan ga doen is de ui in blokjes snijden. Het hoeft niet heel fijn, maar ja, dat is ook natuurlijk een kwestie van smaak. Weet je, soms is het gewoon fijn om lekker simpel te houden. En ik vind vaak ook best wel simpel eten het allerlekkerst hoor, moet ik zeggen. Zo. Dan hebben we die alvast in blokjes gesneden. En dan ga ik de knoflook stampen. Ik heb een doek geplaatst onder mijn stamper. En dan doe ik de knoflook erin. En dan gaan we dit lekker fijn stampen. Jongens, heerlijk zo'n stamper. Echt waar. Zo. Nou, ik heb hier voor mij een wokpan en dan zet ik de inductie op 7. Ik heb wat zonnebloemolie in de pan gedaan. En dan laten we die even lekker heet worden voordat we echt gaan starten. Kijken of het heet is. Oh ja. Ik doe gelijk ook de laurierblaadjes in de olie. De inductie even op 5, omdat ik niet wil dat de uien gaan aanbranden. En ik ga de afzuigkap weer aanzetten, mensen. Want je weet het, anders krijgt u straks alleen maar rook. Zo. En dan doen we nu knoflook erbij. Ik vind het heerlijk, jongen. Echt waar. Veel knoflook? Ja, daar hou ik wel van. Maar als jij niet zo knoflookliefhebber bent, mag je het ook helemaal weglaten. Of je gebruikt knoflookpoeder als je dat niet zo storend vindt. Alleen ik vind toch, ja, echte knoflook geeft meer smaak, vind ik zelf. Zo. Zo, dan laten we deze even goed aanfruiten. Hij is nou wel goed glazig, maar ik wil dat het iets meer doorbakt. Nu ga ik bijvoegen is de vegetarische gehakt. Ik heb hem uit de vriezer gehaald. Maar ja, dat is niet erg. Want het ontdooit vanzelf wel in de pan.
Je hebt ook ander soort vegetarische gehad, maar ik heb ze wel een beetje uitgetest. En ik vind persoonlijk deze toch wel het lekkerste. Want deze heeft ook iets van een zoete smaak. En deze is niet gemaakt van soja. Deze is gemaakt van bieten. Dus vandaar ook die licht zoete smaak, zeg maar. Zo. Wat ik nu ga bijvoegen is de zwarte peper. Dat is ook echt naar smaak. En Italiaanse kruiden. Ik heb trouwens deze van de Oriental gedaan. Dus vandaar dat die in de zak zit. Hier mag best wel, ja, één grote eetlepel, iets meer. Dat geeft ook wel lekkere smaak, hè, aan je pasta. Nou, net als bij gewoon gehakt gaan we deze rullen. Zodat die goed gebakken is, bruin is. Je hoeft je pan niet heel hoog te zetten, hoor. Gewoon het middel vuur. Ik heb hem nou op 6 staan. Iets meer bij van de Italiaanse kruiden. Iets meer. Zo. Zwarte olijven. Je kan ervoor kiezen om ze heel te laten of in stukjes te snijden wat je zelf wenst. Ik doe ze in grove stukjes, hoeven niet heel fijn. En deze voeg ik dan toe bij de saus. Je kan er ook voor kiezen om groene olijven te gebruiken, alleen voor dit gerecht vind ik zwarte olijven lekker. Mooi, jongens. Ik denk dat ik er iets meer olijven bij voeg. Een paar of zo. Deze snij ik ook even. Zo. In, hoor. Dit heeft op zich al heel veel smaak. En die saus natuurlijk ook. Zo.
nog. En dan ga ik nu de saus bijvoegen. Als ik het open krijg. En wat ik gelijk doe is de inductie op 4 zetten. Mooi dit eruit ziet. Lekker. Zo, dan laten we hem zo staan. Voor 3 minuten. 5 minuten zijn verder, lieve mensen. Kijk eens. Lekker toch? Heerlijk. Ga ik door met het klaarmaken van de spaghetti, die gaan we koken. Ik heb een grote soeppan hier voor me staan met wat water en dan zet ik de inductie op 8. Laat deze even koken voordat de spaghetti erin gaat. Maar wat ik er wel alvast in doe, is 1 klein maggi blokje. Die laten we in het water. Nou, het water is ook nu aan het koken. Mag het blokje bijna verdwenen. En ik gebruik gewone spaghetti. Je kan er ook voor kiezen om volkoren spaghetti te gebruiken. Of een ander soort merk. Ik heb in principe de goedkoopste spaghetti gekocht. Want ja, het leven is duur. Hè, mensen? Wat vinden jullie daar nou van? Leek zo duur is. Ik vind het echt niet meer leuk hoor. Nou, gaat hij weer hoor. Oh, wacht. Even dit omhoog. Nou, ik kan het net niet omhoog krijgen, dus ik hoop dat jullie dat zien. Ja, nou is gelukt. Zo, nou laten we deze dan aan de kook brengen. Ik had hem net op 9 gezet, ik zet hem weer terug op 8. Want anders gaat het hier overheen vallen. Zo. Deze gaan we beetgaar koken, dus niet volledig dat die helemaal gaar is, maar echt beetgaar, want dan heb je gewoon de allerlekkerste spaghetti. Als je een beetgaar kookt, ja, dan wordt het ja, zo'n papperig gevalletje, dat wil je gewoon niet. Dus beetgaar mensen. Kijk op de verpakking hoe lang je het moet koken, want iedere verpakking heeft natuurlijk zijn eigen gebruiksaanwijzing. Oké. Ik kom zo weer bij jullie terug. Nou, lieve mensen, de spaghetti is beetgaar gekookt. Lekker luchtig, zoals je ziet. Deze ga ik goed afspoelen met koud water. Nadat ik de spaghetti goed afgespoeld heb met koud water, kijk hoe luchtig dat eruit ziet, ga ik het nu bijvoegen bij de saus. Optioneel is ook natuurlijk om geraspte kaas te gebruiken als je dat zelf lekker vindt. En normaal gebruik ik dat zelf ook. Alleen mijn geraspte kaas is op. Dus we doen het vandaag lekker zonder. Zo. Even mijn vork pakken hoor. Mijn grote vork. Zo, kijk, dat gaat even wat makkelijker. Oh jongens, het ruikt heerlijk. Ik heb trouwens de hele spaghetti pak gebruikt.
En meestal, we zijn met z'n vieren en meestal hou ik ook nog over voor morgen. Maar dat vind ik juist fijn. Dus je moet even voor jezelf berekenen voor hoeveel personen jij nodig hebt. Ik kook meestal heel veel. Stel je voor dat er iemand langskomt, dan heb je altijd genoeg eten in huis. We zijn eindelijk klaar met roeren. En dit is het resultaat, mensen. Heerlijke pasta. Ik heb ervan hete snack. Heerlijk, toch? Lekker, joh. En dan gaan we die straks samen met jullie half opeten. Dat was het weer. Bedankt voor het kijken van deze kookvlog. Hopelijk hebben jullie ook genoten zoals wij dat gedaan hebben. Dank jullie wel voor jullie support. Ben je nog geen abonnee? Abonneer je dan gratis op mijn YouTube kanaal. Druk op het belletje zodat je altijd de nieuwste notificaties krijgt. Zo loop je niks mis van mijn filmpjes. Zit je op je mobiel? Wil je zien wat voor filmpjes ik nog meer gemaakt heb? Swipe naar links en scroll naar beneden en dan zie je al mijn vlogs. Mijn gezinsvlogs die staan er ook op en die komen er binnenkort ook weer op mijn YouTube kanaal. Nou, dank jullie wel weer en tot de volgende keer. Groetjes!